In deze film ga ik deze foto een bepaald HDR-effect meegeven. En dat ga ik natuurlijk doen op een manier dat ik altijd terug kan naar deze oorspronkelijke foto. En ik begin in dit geval dus met het dupliceren van mijn laag met de sneltoets Ctrl J. En je ziet, ik krijg er een nieuwe laag bij. Als ik nu naar het effect ga en ik klik op afbeelding, aanpassingen, en dan heb je daar HDR kleurtinten staan, dan krijg ik de volgende optie: wil je alle lagen samenvoegen, ja of nee? Klik je nou op ja, dan opent het filter zich, maar in de tussentijd gaan ook deze twee lagen verloren. En je zult het effect toepassen op jouw nieuwe laag. Nou, en dat betekent dat je dus eigenlijk gewoon niet meer terug kunt. Dus dat wil je niet. En daarom klik ik op nee. En het document blijft gewoon intact. Hoe kan ik dit effect nu toepassen op de bovenste laag? Dat is heel simpel. Dat doe ik gewoon door er een slim object van te maken. En klik ik er met rechts op, kan ik kiezen voor omzetten in slim object. En je ziet in de laag: er komt een heel klein vierkantje bij. Dat betekent dat dit een slim object is. Ga ik nu naar het filter: Afbeelding, Aanpassingen en HDR-kleurtinten. Dan krijg ik wederom deze vraag. Klik ik op ja, ga ik naar het filter. Maar wordt nog steeds mijn foto gecomprimeerd tot één laag? Dus wederom klik ik op nee. Er is wel een workaround voor. Want je kunt een laag die een slim object is, ook bewerken als een soort van nieuw document. En dat doe je heel eenvoudig door gewoon bij de laag op het plaatje te dubbelklikken. En dan moet je eigenlijk opletten wat er hierboven gebeurt. Je ziet, er komt een nieuw document bij. Laag 12.bsb heet die in dit geval. En dit is dus een nieuwe versie van. Als ik terug ga naar mijn oorspronkelijke foto, die ene foto, de laag 12.psb, die er is bijgekomen, dat is dus eigenlijk een soort ja diepgaande versie van deze laag 1. Nou, en als ik het effect nu hierop toepas, krijg ik wederom deze vraag, maar omdat ik maar één laag heb, klik ik gewoon heel simpel op ja en het filter zal zich openen. Nou, je hebt hier tal van varianten in. Maar je kunt bijvoorbeeld een preset kiezen, en in dit geval kies ik voor met meer verzadiging. Ga gewoon lekker zitten spelen in deze waarden. Nou, met meer verzadiging is nou niet echt fraai. Dit ook niet. Laag contrast wordt ook niet super. Nou, fotorealistisch is wel een uh, leuk uitgangspunt. En je kunt gewoon gaan zitten spelen met uh, deze schuiven om gewoon te kijken: van, nou, wat doet het in mijn foto? En als jij iets hebt van, hé, hey, dit is wel een heel stoer effect wat erop ligt. Laat ik gewoon echt voor goede hooglichten gaan, dat ik echt witte sneeuw krijg. De levendigheid, dat is een vorm van kleurenboosting, maar niet zoveel in het rood. Die zet ik wat omhoog. En ook de absolute verzadiging. Nou, ook het detail wil ik eigenlijk wel gewoon een klein beetje wat meer richting dat HDR eromheen. Dit is op zich wel iets, daar kan ik me wel in vinden. En ik druk gewoon op oké. OK. Dit is nu toegepast zeg maar, op dat slimme object. Als ik even terug ga naar mijn andere foto, dan zie je dat er nog niks veranderd is. En dat klopt. Want ik heb deze laag 12.bsb, die diepgaande versie van mijn uh, smart object, heb ik nog niet opgeslagen. Druk ik nu op Ctrl-S om dat op te slaan. En ik ga terug naar mijn oude foto. Dan is opeens die bewerking wel doorgevoerd. En ik kan dit document gewoon sluiten. Nou, nu heb ik het effect in principe toegepast. En daaronder heb ik dus gewoon nog mijn oorspronkelijke laag. En ik kan hier natuurlijk nog wat extra dingen op doen. Zo vind ik bijvoorbeeld dat het blauw er eigenlijk niet echt fraai is uitgekomen. Dus met het kleurtoon verzadigingsaanpassingslaag pak ik hierboven bij het handje. Ga ik naar het pipetje en klik ik gewoon in mijn blauw. En dan kan ik daar de blauwe verzadiging een klein beetje uittrekken. En je ziet het heeft ook wat effect op zijn broek. Dat vind ik dan weer zonder. Maar ik klik in het masker. En pak gewoon een kwast en daar verf ik het filter uit. Zodat die blauwe kleur een beetje terugkomt. En eventueel ga ik met niveaus nog net even dat kleine beetje wit meer erbij doen. Klein beetje overbelichten. En het gemiddelde trek ik een klein beetje terug om dat te compenseren. En zo heb ik in één keer een foto die hop van mijn scherm afspat. Zonder dat ik daar al te veel werk aan heb gehad. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer en doei doei!